23 juni was het volgens mij, hè? Jesselyn geboren, jullie eerste kindje, Estefana Polman. Hoe gaat het met jou en hoe gaat het met haar? Ja, fantastisch. Het is zo geweldig. Het is het beste wat je kan overkomen. En dat zeggen ze natuurlijk wel, maar nu, ja, nadat je het zelf meemaakt, ja, is fantastisch. Jij straalt vaak, maar bij dit antwoord helemaal, hè? Ja, maar dat is echt, dat kan je niet omschrijven. Het is gewoon zo fantastisch. En ze doen het fantastisch. Dus ja, we hebben niks te klagen. Is het ook zwaar? Ja, af en toe is het wel zwaar. Dat kun je wel zeggen. Soms dan, de nachten zijn soms kort, maar daar heb je het allemaal voor over. Als je er weer ziet lachen, dan denk je, ja, daar doe je het voor. En hoe is het om dan tegelijkertijd topsporter te zijn en ook een jonge moeder? Ja, dat zijn natuurlijk vragen die je van tevoren hebt. Maar goed, ik denk dat ik het aardig manage. Mijn moeder was er de eerste 3 maanden, dus die heeft me flink geholpen. En uiteindelijk ben je maar eigenlijk 2 uurtjes weg en dan soms krachttraining nog erbij, maar die kan je zelf ook inplannen. Dus ja, het is ook geen job van 8 tot 5, dat je die uren moet overbruggen. Dus nee, eigenlijk gaat het super, maar af en toe wel zwaar natuurlijk, want je traint en ja, ik wou natuurlijk zo snel mogelijk terugkomen. En als je dan de eerste 2 weken training 3 keer op een dag, ja, dat soms wel, je kan niet even zeggen van ik neem even mijn tijd voor mezelf, ik ga even slapen, dat zit er niet in. Maar als moeder krijg je superpowers, dat kan ik je vertellen. Dus het komt helemaal goed. Komen echte extra krachten bij je los? Ja, dat heb ik gelijk gezegd. Als ik normaal gesproken, als je zou zeggen, Essie moet om 6 uur opstaan om iets te doen. Nou, er was geen beweging in te krijgen en nu kon het gewoon zo. Nee, het is echt alsof je superpowers krijgt of dat gewoon, ja, je doet het gewoon. Het hoort erbij en niks te klagen. En je bent snel hersteld ook volgens mij. Ja, maar ik had een fantastische bevalling. Ik had eigenlijk een fantastische zwangerschap. Toen heb ik een personal trainer laten komen naar Denemarken. Dus daar ging het al iets sneller. Ik heb natuurlijk ook wel mijn kleine ongemakjes af en toe. Zoals? Ik bedoel, als je bevallen bent. En ik denk dat heel veel vrouwen die nu kijken, die dat ook hebben. Dat als je eventjes aanzet, denk je, oh, ik pas in mijn broek. Maar dat zijn kleine dingetjes. Ik bedoel, ja, het gaat goed. En de ene keer dan heb ik een goede dag, de andere keer is het wat minder. Maar ja, dat is niet om te klagen. Na 3 maanden sta ik hier. Ja, wat wil je nog meer? Maar je hebt een personal trainer naar Esbjerg laten komen. Die heeft jou weer snel teruggebracht. Ja, een personal trainer, Marcel, vanuit Nederland. Dus een Nederlandse jongen. En top. 3 keer per dag trainen. Dat heb ik gedaan in het begin. Ja, echt fantastisch. Ik bedoel, zo gaat het wel snel natuurlijk, hoe je terugkomt. En wel goed bedacht. Dus met de zwangerschapsspecialist gezeten. Wat mag wel, wat mag niet. Waar mag je veel belasten, wanneer mag je dat niet. En ja, ik voel me eigenlijk helemaal goed. Mijn lichaam heb ik niet heel veel problemen mee. Ja, tuurlijk, kijk, af en toe heb je een slechte dag. Maar dat had ik ook voor mijn zwangerschap. Dus Heb je al wedstrijden gespeeld voor Esbjerg? Onder weerstand, grote wedstrijden. Jazeker, ik heb al 4 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was ik erbij. Dus we spelen. Kijk, soms gaat het niet helemaal wat je denkt. Dus als je denkt van oké, nu ga ik dit doen, zijn je benen nog niet daar waar je wil. Maar dat komt. Ik bedoel, ik train hard en ik ben zo blij weer lekker met die beiden te zijn. Even lekker wat anders weer dan je club. En lekker Nederlands praten, lekker ahoeren. Ja, het is fantastisch om er weer bij te zijn. En je staat hier gewoon op Papendal met de Nederlandse ploeg. Dat is ook wel wonderlijk, toch? Ja, dat is heel bijzonder. Dat had ik niet durf dromen voordat ik bevallen was. Maar goed, het gaat zo snel. En de bondscoach heeft mij vertrouwen gegeven om me toch gewoon mee te nemen. Ja, super trots. Super trots. En denk je ook dat je bij de selectie zit, bij de 16 voor Wit-Rusland? Woensdagavond. Ja, dat hoop ik wel, maar we zullen zien. Ze maken het volgens mij vanavond bekend. Dus we zullen zien. Want wat kun je al bijdragen weer aan het team? Nou ja, het is niet dat ik het verleerd ben, het handbal. Maar goed, je hebt dagen dat het fantastisch gaat. Maar er zijn ook dagen dat het niet zo goed gaat. Maar ja, dat zien we dan wel. Ik ben gewoon blij dat ik er weer bij ben. Ik ben blij dat ik weer lekker met ze op het veld zou kunnen staan. En ja, daar geniet ik gewoon van. En je bent ook als een andere persoon teruggekomen. Weet je, je komt met een heel ander gevoel, sluit je aan bij het team. En wat is dat andere gevoel dan? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar het is gewoon, je komt veel rustiger. Weet je wel, je komt hier gewoon genieten. Je geniet meer van, oké, ik ben hier gewoon echt. En dat heb ik wel af en toe eens gemist. Want het gewoon, oh ja, we doen dit en dan weer daar. Nee, ik geniet er echt van. En ik ben echt trots om hier weer bij te mogen zijn. En het WK, december, dat was natuurlijk het grote doel. De race tegen de klok misschien, heb je ook wel eens gezegd, om dat te gaan halen. Ja. Maar dat ziet er natuurlijk nu ook gewoon goed uit, nu je hier alweer gewoon gaat staan. Ja, je kan natuurlijk altijd een terugval krijgen.
Maar goed, ik voel me goed. Dus ik ga er niet vanuit dat ik hem krijg. Maar ja, je moet eigenlijk een beetje vanuit. Maar ja, ik hoop het natuurlijk niet. Maar WK, ja, voor mij zit het nog steeds in mijn doel. En ja, dat, als je dan mij vraagt, ga ik dat gewoon halen.